Koen en ik kennen elkaar 25 jaar. En dan tussendoor zijn we elkaar een beetje uit het oog verloren, omdat ik dan destijds in Berlijn woonde. Op een gegeven moment moest ik opname doen met het Budapest Festival Orkest. En dat was een werk voor Bugel en Pauke als solist en orkest dan. En toen groeide er zoiets van, oh, tja. Dat was plezant, we zouden dat vaker moeten doen. Dan ging dat idee weer even in de kast. Dan ging ik een nieuwe cd maken voor Channel Classics. En dan vroeg ik Koen, ja, ik zou graag op die cd twee werkjes met slagwerk doen. Oké. Dan een paar weken later, ik geloof dat Koen mij belde of zo. Ik denk dat we het anders moeten doen. We gaan gewoon een volledige cd samen maken. En toen was Arthur geboren. Dus we beginnen met een duo. Dat is een nieuwe identiteit. Dat is niet gewoon Wim en ik. Dat is iets nieuws. Dus we dachten, ja, dat moet ook een nieuwe naam hebben. Niet gemakkelijk. De meeste goede dingen, of ze zijn er al, of het was moeilijk. Dus waren we vooral aan het zoeken van wat moet erin zitten. En met het duo doen we meer dan alleen maar muziek, hopen we. We verbinden wat kunsten, dus kunst, tof. Dus als wij een naam hebben, vind ik het tof wanneer dat ensembles ook een naam hebben, een soort roepnaam. Verstilling in muziek of zo, het laten inzinken. Ik denk dat muziek ook uit, diep van binnen ergens uit je naar buiten komt. En, ik denk niet dat goed tijd nemen na de laatste noot of tijd nemen voor een ademhaling, dat het niet een zappen wordt, een muziekstuk. Snel, snel wisselen tussen het een, maar dat er ook tijd is om die muziek te laten bezinken. Ja. Zoals Miles Davis al zei, het belangrijkste om te weten welke noten je niet gaat spelen.
We hebben niet de meest subtiele stilinstrumenten. Hoewel. De mooiste muzieknoten die voor slagwerk zijn geschreven, die zijn bijzonder stil. Dat zijn die dat... Ah, heb ik iets gehoord? Ah ja, toch. Nee. Dat zijn niet die echt grote, voor de hand liggende dingen. In elk geval in mijn smaak. In het orkest, als er heel kleine triangeltjes of zoiets moesten gespeeld worden, dan deed ik mij veel plezier dan wanneer het bombastisch moest zijn. En in de muziek zelf, ik heb daar zo een regeltje voor, wat ik ook aan studenten soms zeg, van kijk, een compositie, als klassiek muzikant spelen wij een compositie, wil dus letterlijk een samengesteld ding. En dat betekent dat de één noot er is en dan een andere, en zo gaat het van het een naar het andere. En daar zit per definitie ook altijd stilte in. Hoe ga je van de één noot naar de andere? Bepaalt hoe die voelt, hoe die klinkt. En als iets heel stil wordt, bijvoorbeeld als er een menigte aan het praten is, of je bent half in slaap aan het vallen en het wordt stil, dan word je wakker. Stilte kan enorm luid zijn. Er gebeurt van alles in de stilte. Zelfs als je slaapt, je hoort je bloed zuizen. Of iets heel in de verte, wat heel veel aandacht trekt. En muziek is ook zo opgebouwd, het kan niet heel de tijd aanstaan. De dirigent beweegt en wij spelen allemaal onze noot die op die moment van zijn beweging bedoeld is. Daar zit tijd tussen. En er was een dirigent die zei van, de magie van muziek gebeurt tussen mijn beweging en jullie klank. Meestal begin ik in te spelen, ja. Opwarmingsoefeningen te doen, ademhalingsoefeningen, zingen enzovoort. Derde. Werkt voor mij het beste. Ja, uw klank vinden, ja. Vaak is dat zelfs met meditatie verbonden bij mij, 's morgens. Ja. Je hebt de melodie in je hoofd en dan schieten die neuronen met informatie op je lippen. En die beginnen dan te vibreren samen met je luchtje. En gewoon zingen en die stem, die natuurlijke stem, proberen te kopiëren in je trompetspel. Iets levendig, iets prankelends, vibraties zoeken. En niet alleen zo bezig zijn, maar gewoon. En dan dat direct proberen op je instrument te doen. Je hebt dat van die mensen, zoals Chet Baker, is daar heel bekend voor. Of dat hij nu trompet speelt, of dat je moord op zijn bugel of trompet. Dat is hetzelfde timbre. Dat is niet iets dat hij dan een instrument in een stuk metaal vastpakt en zo verkrampt. Dat is een trompetist, in plaats van dat ze zeggen dat is een muzikant. Thank you.
iedereen denkt wel eens na, wat zou ik doen? Moest ik dit nu doen, niet doen wat ik ben? Wat is de zin? Hè? Dat is een hele grote vraag waar iedereen zich wel ooit mee bezighoudt. Ja, ik zou echt niet, ik zou niks anders willen doen. Ik kan het me ook niet voorstellen. Ja. Ik heb ook in het begin van mijn studies, ik had ook geen B-plan. Ja. Ja. Onverstandig, naïef, ik weet het niet, maar wel. Ja. Op den duur heb je ook geen ander alternatief. Ja. Dat zijn je studies geweest en je hebt al zoveel tijd en uren. Ja. Het zijn ongeregelde uren en er zijn veel meer reizen verbonden als veel andere banen. En je moet ook dikwijls heel snel, je wordt gevraagd om ergens mee te doen in een ensemble of zo, snel schakelen. Het is niet altijd, je komt heel veel verschillende mensen en culturen tegen. Op reizen op in de diverse ensembles of mensen met wie dat je muziek maakt. Ook mijn bijvoorbeeld mijn lesgevenbaan en mijn professor in Freiburg. Ik heb mensen uit China, Australië, Amerika, Hongarije. Die interactie met al die verschillende mensen, met verschillende background, maakt het voor mij heel boeiend. Ja. Ik persoonlijk als muzikus, ik ben verliefd op de hele lifestyle van muzikant te zijn. Trompetist, er hoort van alles bij voor mij. Er hoort onze dagelijkse routines bij. Van inspelen, warming, je eigen fit houden, hoe dan ook, als muzikant. Ja, dat geeft een hele grote structuur in mijn leven, heel het muzikantschap. En dan al die, ja, de reizen, de contacten, de sociale interactie tussen je collega's. Ja, dat is een hele aparte levensstijl. Ja. Is elke dag proberen nog een beetje beter te worden. Het zij als instrumentalist of als muzikant. Die groei, die constante groei. Ja. Of naar een concert toewerken. Je hebt dan in je achterhoofd al een bepaald recital gepland staan. En dan hoe je daar naartoe werkt, is ook zo'n beetje een beetje een topsportplanning. Ja. Om op die moment dan op de bühne het beste uit jezelf te kunnen brengen. Boven te halen. Dat vind ik een. Dus ja, ik houd van dat leven, ja. We zijn beste vrienden, dus dan is er een bepaalde vertrouwensrelatie. Waar je dan echt ook je mening en je ei kwijt kunt. En wat het ook aan echt kan botsen. En dan van daaruit ontstaat er weer iets. We hebben ook een kot gedeeld in Brussel. We gingen niet vaak naar al die lessen. Maar we zaten wel elke dag samen urenlang naar muziek te luisteren. Van Mozart, Bruckner, Ligeti. En oh nee, dat is tof en dit moet horen. Dus ik denk ook dat er een bepaalde muziekesthetica tussen ons redelijk op dezelfde lijn zit. Ja. Wanneer wij zelf muziek maken, die eigenzinnige zoektocht naar schoonheid, die is voor ons niet verhalend. Dat gaat echt gewoon over, dit vinden we mooi en moet dat kunnen uitgelegd worden? Eigenlijk al niet. Of wanneer wij zelf muziek maken, begint dat meestal vanuit een experiment met wat klank of met een toevallig instrument, waarbij dat dan mijn onbewuste zoektocht gewoon is naar wat vind ik mooi. Onbewust ontstaat een enorme band. Door die band kan je dan ook dingen verwezenlijken, dan is het te sterk, ja. Ha 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 ha!
Met passie en hard werken kan je ook al redelijk wat doen in het leven. Maar het is met vallen en opstaan. Je kan ook serieus tegen de muur lopen. Ik heb geleerd dat je van een dirigent niet kan winnen. Dus probeer ik het ook niet. Ik probeer dus zo goed mogelijk zijn best en dan werkt het naar elkaar toe. Ja. Elke dirigent, elk muzikus heeft ook zijn manier van interpreteren en zijn eigen fout en zijn eigen juist. En er wordt op, ja, er wordt steeds meer studie nagedaan van wat heeft de componist historische uitvoeringspraktijk nu net bedoeld of niet. Maar dan nog wordt er soms hier en daar links en rechts een draai aangegeven om in het eigen... de eigen gusto te passen. Dus daarom zijn er ook zoveel verschillende mogelijke interpretaties. Maar dat heb je in mijn boeken ook. Of een interpretatie van de Bijbel wordt op heel veel... op heel veel verschillende manieren uitgelegd. Ik kan het ook ergens toejagen, al die verschillende interpretaties. Want
Anders wordt muziek ook zoiets heel militant. En maakt het net spannend, ja. Hoe ziet die mens dat? Zelf vaak in de weg dat ik zoveel interesses heb of ik leid mezelf altijd af dat ik veel meer moeite heb om ergens in een zo recht mogelijke lijn naartoe te geraken. Als er een autosnelweg zal zijn en een hobbelpadje, dan neem ik dat en vaak zitten er dan ook nog doodlopende straten. Terwijl dat dan niet iets is wat ik zoek, maar dat overkomt mij. Een van de grote dingen waar ik moeite mee heb, is een soort time management voor gewoon het een achter het ander te kunnen zetten. Omdat bij mij alle dingen altijd cirkels zijn in plaats van lijnen. Dus het doel als motivatie zou bij mij heel frustrerend zijn. Ik moet het eerder hebben van de weg, van het parcours. Wat dan ook vaak zo gaat. Wat maakt Koen Koen? Geen idee. Ik denk dat het tot in de treuren bezeten zijn van alles wat nog maar enigszins iets met muziek te maken heeft, het grootste deel van mezelf zal zijn. We zeggen soms, ik ben wat ik doe. En ik zie dat niet negatief. Dat wordt vaak negatief gezien. Hè? Je bent wat je doet, dan zou je geen persoonlijkheid zijn. Ik zie daar geen verschil in. Er gebeurt bijna niks zonder dat er muziek iets mee te maken heeft. Wat zowel een kracht en een deugd als een zonde is, het is ook bijna triestig. Ze vragen soms, wat zijn uw hobby's, wat doe je naast muziek? Ja, muziek naast muziek. En dat is heel eng. Maar ik zou niet weten hoe het anders moet. Als je er zo van gebeten bent en zo mee bezig bent, dan word je ook snel heel eigenwijs. En heel koppig. En dat is zowel goed als slecht, want je volledig karakter, volledig blootgeven in wat je muzikaal vertelt, is enerzijds geweldig. Anderzijds moet je ook vaak inpassen bij anderen, dat het één geheel wordt. Dat is een wisselwerking of een balans, een zoektocht. En soms denk ik dat het een kracht is van heel overtuigd iets specifieks te doen. En soms zit dat ook in de weg. En omgekeerd, soms ben je dan zo opinieloos of meegaand dat het dan wat het interessante dan annuleert. Niet dat ik het zelf weet, maar het wordt ook wel vaker gemeld. Ik zal eerder te koppig iets doen dan te meegaand. Thank you.
omgeving was van invloed dat ik mocht doen wat ik wou. Ze hebben bijvoorbeeld mijn drum stond in de woonkamer, want zo'n ding moet ergens staan. En meermaals, ik denk bijna elke week, viel mijn pa in slaap in de zetel terwijl dat ik drum aan het studeren was. Dus die ruimte werd wel gegeven. En ik denk qua cultuur creëren of ruimte creëren, dat het mogen spelen al bijna belangrijker is dan het naar concerten gaan. Als mijn zoontje de Eye of the Tiger zou hebben voor koken, vind ik dat ook prima. Daar kom ik later wel bij meten. Ja. Maar dat is belangrijker dan dat hij iets bepaald moet doen in zijn leven of bereikt hebben. Ja. Maar die passie, dat zou ik erg vinden. Moest hij dat missen. Een passie voor iets, maakt niet uit wat.